Goedemorgen, Kok. Goedemorgen. Goedemorgen, goeienacht. Het lijkt wel midden in de nacht, man. Jezus, man, man. Waarom moeten wij hier zo vroeg zitten? Ik zou zeggen, blijf voortaan slapen, man. Jij dat kan... dat deed Stanley Bies vroeger ook, ja, dus nee, dat doe ik ook. Er zijn best een paar kamers bij die een nieuw behangetje kunnen gebruiken. Als jij erop geweest bent, dan kan ik wel opnieuw gaan... Dankjewel, zo kan het wel weer. Maar goed, Dick. Ja. Hoe is het? Valentijnsdag, hè? Morgen, hè? Ik heb vanmorgen al aan de brievenbus gezeten. En wat denk je? Aan de brievenbus, met zo'n borsteltje erachter, dat je af en toe... Niks erin. Nee, maar ik heb van mijn vrouw al wat bedacht. Morgen. Wat dan? Ik laat die morgen alle hoeken van het huis zien. Is het huis vettig? Ja, nou ja, vettig, dat valt dan zien nog wel mee. Maar ik denk, ze moeten eens in de hoekjes komen waar ze nog nooit geweest is, dacht ik bij mezelf. Prima, dus idee, Kok. Goed idee. Ik wou dat ik een vrouw had. Er wordt aan haar gedacht. Ja. Wat hebben we nog meer? Nou, we hebben nog... Heb je gehoord, in de haven... Dan zetten ze de schoenen van Paul Beck neer. Ja, dat is toch geweldig. Als dank aan alles wat hij voor Venlo gedaan heeft. Paul Beck krijgen we nooit meer uit Venlo, denk ik. Nee, de man heeft een behoorlijke stempel gezet op de hele stad. Ja, niet alleen op de stad, ook op Robert Bouten. Ja, zo is het. Nou, dan heb ik nog één ding, want ik vind toch... Kok en Dick... Wij twee. En Dick, die leven mee met ons eigen... VVV.